Mijn naam is Daphne Medik. Willemijn Welten. Ik ben Emiel Schoonhoven. Mark Boeren. Hans Derks. Bart Kessel. Aan alles online doen, alles in de cloud opslaan. Ik heb geen flauw idee. Ik denk aan handig delen van bestanden, maar tegelijkertijd ook wel misschien wel onveilig. Dan denk ik het eerst aan onze NAS. We hebben zelf een NAS op het kantoor staan en op een aantal locaties waarin we alle files delen. Als ondernemer is het steeds gebruikelijker om op verschillende plekken te werken. Overal kan werken, altijd je gegevens beschikbaar. Zeker als je, kijk, ik werk voor mezelf, maar als je in een grote organisatie werkt, kan op die manier toch makkelijk bij alle informatie, bij alle bestanden. Voor mij is het grootste voordeel dat we overal gewoon kunnen werken. En dat je nooit een restrictie hebt van een plek of dat je ergens moet vastzitten. Of weet je, je kunt gewoon je spullen oppakken en denken, weet je, vandaag hebben wij zin om met z'n allen daar te gaan werken. Pak je je laptop op en dan doe je dat. Veel van ons werken op locatie, thuis, bij de klant. Dus dan is dat wel prettig werken als iedereen zijn informatie up-to-date heeft. Je hebt internet nodig. Op het moment dat op een of andere manier je wifi of je 3G-verbinding niet goed is. We staan nog wel eens in het veld bij een klant. Ja, dat is lastig. Maar van de andere kant, dat is ook steeds minder worden een probleem in onze huidige samenleving. Dus dat komt toch goed. Dan ben je heel goed na te denken waar je aan begint. Ja, we hebben toen wel heel bewust zelf een server aangeschaft, maar als je tegenwoordig goed naar de prijzen kijkt en naar de betrouwbaarheid, dan is die dienst misschien wel beter uit te besteden. Denk erover na en ook alle aspecten, niet te snel overal je wachtwoord intypen en alle diensten gebruik maken zonder er verder over na te denken. Het grootste nadeel van al die aparte losse cloud oplossingen zijn dat ze niet automatisch met elkaar praten. En wat je steeds meer ziet, een bedrijf als Salesforce doet dat heel goed. Die sluit gewoon allemaal start-ups aan en die zorgt dat het allemaal via APIs zo'n systeem ingaat. En ik denk als je keuzes gaat maken voor cloud oplossingen, houd er dan rekening mee dat dingen met elkaar makkelijk met elkaar kunnen praten. En ga geen maatwerk dingen zoeken, want dat kost altijd meer tijd en geld.